De politie zoekt een stel dat op 8 en 9 mei met een gestolen pinpas verschillende bedragen heeft gepind, waaronder in Panningen en Maasbree. De pinpas werd gestolen van een 84-jarige man uit Wageningen. Vermoedelijk is dit gebeurd in de Albert Heijn in deze plaats en is er ook zijn pincode afgekeken. Het stel zag kans om ruim 5000 euro te pinnen bij verschillende transacties in Ede, Oosterbeek, Panningen, Maasbree en Venlo. Het echtpaar in Helden dat bijna 2 maanden vermist was, wordt niet door justitie vervolgd. Het echtpaar verdween in april. Familie en vrienden hebben via Facebook en andere media alles in het werk gesteld om het echtpaar terug te vinden. Ook de politie deed onderzoek naar de verdwenen Mark Buitenhuis en Suzanne Bouten. Zij werden recentelijk teruggevonden op een camping in Spanje, waar Suzanne bij de politie aangifte deed tegen haar man. Een paar dagen later trok zij haar aangifte weer in. Ondanks dat het echtpaar vertrok terwijl de kinderen van Suzanne bij haar ex-man verbleven, is er volgens justitie geen sprake van strafbare feiten en wordt er niet tot vervolging overgegaan. Paula Schareman uit Echel is een van de 16 finalisten van de zoektocht van modeontwerper Mart Visser naar een model met iets extra's. Uit 1750 aanmeldingen heeft Visser 16 mogelijke winnaressen gekozen. Op www.martvisser.nl kunnen mensen hun stem uitbrengen op hun favoriet. Vrijdag wordt de winnares van de modellenzoektocht bekendgemaakt.